We zijn vandaag aanwezig op de werf in Woudrichem, waar een uitgebreide presentatie is gegeven over het, ik mag wel zeggen, nieuwe project Huis op Maat in de regio Altena. Wat houdt dat precies in? Nou, dat houdt in dat we dus bij de mensen aan huis gaan kijken. Met name de mensen die een eigen woning hebben. Om die zo lang mogelijk proberen in hun eigen woning te kunnen laten verblijven. Met hier en daar wat aanpassingen. Je kunt dus de huistest laten uitvoeren samen met een woonscanner. Dan loop je met z'n tweeën loop je hele huis door. Of met z'n drieën, man, vrouw. En dan heb je vier ogen en de ene ziet meer dan de andere. En uiteindelijk kom je dan tot een goede test van wat er allemaal in je woning anders zou kunnen. We willen daar dus goede informatie over verstrekken. En ook een lage drempel voor aanschaf van allerlei zaken die je daarvoor nodig kunt hebben. Het kost inclusief montage ongeveer 125 euro. Bijvoorbeeld een toegang, een gelijkvloers, drempels uit de woning. De verlichting die in orde moet zijn, een verhoogd toilet, een veilige trap. En dat zijn zo een paar van die dingen die wij dan bij de mensen gaan controleren. En dan daarna kunnen we eventueel een advies uitbrengen. Dat wordt dan doorgegeven en daar gaan mensen mee aan de slag. Een doorsnee toegang zoals je ze overal kan vinden. Als ik kijk naar het linker plaatje, dan heb je begroeiing over het pad. Maakt je pad wel smaller. Als je wat slechter wordt wat betreft gehoor, is er een deurbel die ook flitst. Goed zicht bij de voordeur is belangrijk en dan vooral van binnen naar buiten. Wie staat er voor de deur? Iedereen kent wel een deurspion. Zo'n heel klein gaatje, vaak een beetje hoog als je wat kleiner wordt, want ik merk dat ik ook al gekrompen ben in de loop der tijd. Zo'n deurspionnetje. Maar het kan ook luxe. Nu ziet u wat hierachter te zien is. De trap is in een woning natuurlijk een van de belangrijkste objecten waar er dus de meeste ongelukken mee kunnen gebeuren. Bovenste. Ja, kijk. Er kunnen er dus maximaal vier op aangesloten worden. Is natuurlijk wel heel handig. En zeker in de woonkamer. De slaapkamer hebben we ook nog zo'n ander ding die je onder je bed kunt zetten als je s'nachts naar het toilet moet. Je stapt naar bed, de verlichting gaat aan, die blijft een aantal seconden aan, kom je weer terug, stap je in bed en dan gaat het vanzelf eruit. Het moet eigenlijk gewoon ruimer opgezet worden of zelfs iets verwijderen. Als mensen met een rollator door een woning moeten, ja, dan moet er eigenlijk al geruimd worden. En ook als de stroom uitvalt, dan heb je gelijk. Altijd verlichting. En zodra het stroom weer aan, dan laat hij ook weer automatisch op. De kaas is altijd gevaarlijk natuurlijk, je hoeft er maar ergens tegen aan te stoten. En ja, dan hebben we al het brandalarm wat gelijk afgaat natuurlijk. En hoeveel scans hebben er wellicht al plaatsgevonden? Nou, het project gaat dus helemaal starten. Dus er is momenteel nog geen één scanner geweest bij de mensen. Want dit is dus om een begin te gaan te krijgen. Het is een traject van 4 jaar ongeveer, dat de gemeente Altena heeft opgezet. Dus in die vier jaar hopen we wel heel veel te bereiken op dit gebied. Aanmelden kan via loket Altena of meer informatie is te vinden op huisopmaat.nl.